De regering gaat mogelijkheden bekijken om meel wederom te subsidiëren. Meel werd tot vorig jaar december gesubsidieerd ten behoeve van de broodproductie. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie erkent dat met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne er weer een subsidieplan nodig is. Als gevolg van de oorlog is de prijs voor tarwe met 40% gestegen. Hierdoor heeft de molen haar meelprijzen per vandaag opnieuw aangepast. Walden is ervan op de hoogte dat met deze verhoging brood moeilijk te betalen zal zijn voor de consument. Dus nu is in de regering afgesproken dat er toch weer gekeken wordt naar subsidie. Dus de subsidie was objectsubsidie was afgebouwd en dan is de plan om te gaan naar subjectsubsidie. Dus in plaats van producten te subsidiëren zouden daar burgers gesubsidieerd worden direct. Maar blijkt dat de registratie van burgers om dat allemaal genoemd wordt subjectsubsidie in kaart te brengen, wat meer tijd vereist. Er wordt dus afgesproken dat er toch weer wat brood betreft en misschien nog enkele basisgoederen. Maar niet alleen wat brood betreft, dat de regering toch weer kijkt naar subsidie van de producten, zodat die prijzen betaalbaar blijven voor de bevolking. Walden zegt dat er binnen de regering is afgesproken dat de minister van Financiën en Planning een voorstel gaat uitwerken om na te gaan hoeveel geld beschikbaar is voor subsidie. De mogelijkheden voor objectsubsidie zullen worden bekeken, gezien dat op korte termijn kan worden ingevoerd. Hoogwaarschijnlijk dat er aanstaande woensdag al een voorstel is hoe deze subsidie, als gevolg van de prijsstijgingen, als gevolg natuurlijk van de oorlog, hoe deze subsidie geïmplementeerd kan worden. Objectsubsidie is korte termijn. Objectsubsidie zou dan in principe betekenen dat we aan de meeleverancier aangeven van, net als wat er vorig jaar werd gedaan, van, ik geef maar een voorbeeld. Toen was de subsidie zo dat voor iedere dollar de leverancier een lagere koers kon krijgen. Zij heeft 14 SRD voor een dollar en dat is op zich subsidie. Of dat er gekeken wordt van de bakkerijen kunnen een baal meel kopen tegen de helft van de prijs en de andere helft wordt dan vanuit de staat betaald. Dus dat zijn mogelijkheden die sneller geïmplementeerd kunnen worden. Maar natuurlijk moet het geld wel beschikbaar voor gesteld worden, omdat de handelaren alleen een lagere prijs kunnen verkopen als ze zeker zijn dat als ze onder hun kostprijs verkopen dat het verschil wel gecompenseerd wordt of gesubsidieerd wordt door de staat. Dus de objectsubsidie gaat sneller. Subjectsubsidie neemt wat meer tijd, want subjectsubsidie moet je de mensen eerst in kaart brengen. Maar objectsubsidie hebben we voor een groot deel met de groothandelaren te doen. Minister Walden benadrukt dat deze verhoging van meel de aandacht heeft van de regering en dat er een subsidieplan wordt uitgewerkt. De oorlog zorgt voor vele prijsstijgingen die niet allemaal kunnen worden voorzien door de regering, meent de bewindsvrouw.